Hallo en welkom in deze nieuwe video over SketchUp. Mijn naam is Maarten en ik wil je wat vertellen over de skill tool. SketchUp, waanzinnig programma zoals je weet. Waarschijnlijk werk je er al een tijdje mee of maak je er net kennis mee. In dit geval wil ik wat vertellen over de skill tool, want er zit een optie in die zit ook een beetje verborgen. Je kan heel slim met de skill tool werken. Ik heb een vlak gemaakt van 10 bij 5 meter. En zoals je weet kan je vlakken niet wijzigen qua maat. Ik kan op dit vlak een dubbel klikken. En als ik dan de scale tool pak, scale, dan zie ik dat daar ineens blokjes omheen komen. En ik kan die blokjes heen en weer bewegen. Je ziet daar zo dat er een schaal wordt gebruikt. 1 is wat het nu is, 0,5 is de helft kleiner en 2 is... veel groter. Veel groter. Ik kan het je laten zien. Kijk, dit is 1. Dan hierna eentje ga scalen op de zijkant en ik zeg 2. Dan past deze er dus 4 keer in. Dus ze gaat exponentieel groeien met dat getal. Maar ben ik alleen maar gebonden aan dat... Sorry. Aan die waardes die daar staan. Aan die 1 en aan die 0,5. En het antwoord is nee. Ik kan namelijk, als ik deze blokjes pak, die in het midden zitten, dus deze of die, kan ik hem aanklikken, bewegen en dan kan ik een maat invoeren als ik daar maar de maateenheid achter zet. Als ik dit bijvoorbeeld 5 meter wil, dan zeg ik 5m, enter. En dan is die afstand nu, van blokje naar blokje is die 5 meter. En als ik deze dan 8 meter wil hebben, 8m, enter. Van dit blokje naar dat blokje doet u er dus 8 meter over. Dus op die manier kan je wel degelijk verschalen als je een maat in gedachten hebt. Of eigenlijk ben je aan het rekken. Als ik er een vierkant bovenop zet en ik ga dan schalen, kan ik naar deze kant en ik kan naar die kant. Dus ik kan ook nog eens leuke vormen opleveren. Ik kan door middel van de... Control key of de option key voor Mac kan ik ook nog eens naar het midden toe. Kan ook leuke dingen opleveren. En als ik dan de afstand van hier naar daar ook weer 2 meter wil, dan zeg ik 2 meter enter. En als ik deze afstand dan 1 meter wil hebben, zeg ik 1m enter. Voilà, zo kan ik heel precies toch wel modelleren. En een beetje spelen met vlakken. Kan echt heel leuk zijn. Dus dit is echt een verborgen optie in de scale tool, in de schaal tool. Ga hem eens gebruiken. Ga hem gewoon eens gebruiken. Kijk even hoe het werkt, waar je tegenaan loopt. Wil je nog meer weten? Ga dan naar onze site sketchexpert.com. Staat nog meer op. Staan nog meer video's op. En je kan trainingen bij ons volgen. Je kan licenties bij ons bestellen. Kan van alles. Vond je dit tof? Laat even een bericht achter. Like hem, deel hem. En ik zou zeggen heel graag tot de volgende video. Tot ziens.